Roy Kortsmit, de interlandperiode zit er weer op, we mogen weer. Ja, we zijn weer allemaal opgeladen, hoop ik. En gelijk weer een mooie wedstrijd voor de boeg, dus dat is fijn. Is dat ook waar jij die periode voor jezelf voor gebruikt, om er even op te laden na een toch wel wat drukkere periode? Ja, ik denk dat het altijd wel lekker is, ook om even weer wat andere gezichten te zien en hier even weg te zijn. Maar als je dan weer terugkomt, is het ook wel prima. Jij hebt natuurlijk een aantal dagen vrij gehad. Maandag hadden jullie een rondleiding in het NAC-museum in de binnenstad. Hoe was dat? Ja, het was leuk. Het was alleen een beetje jammer van het weer. Dat viel een beetje tegen, maar de rondleidingen zo waren wel interessant. Dus jij weet nu alles van de geschiedenis van NAC? Ik weet wel een aantal dingen, ja, maar gaan we maar niks vragen nu. Morgen wacht VVV, je haalt het al aan. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, ik verwacht wel een mooie wedstrijd. Ik denk twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. En ja, ik denk dat er weer een hoop publiek zal zijn. Dus ja, we gaan weer vol voor die drie punten gaan. Ja, want we gaan richting een voorraadverlegstadion morgen. Ik zag dat de harde kerns aan allebei de kanten uitverkocht waren. En nou ja, de rest van het stadion zit ook altijd wel aardig vol. Dus dat is alleen maar mooi. Hoe is dat voor jou om dan iedere keer naar die kant toe te lopen en ja, ze letterlijk in je rug te hebben? Ja, dat blijft wel mooi. En zeker die avondwedstrijden, dat is toch iets net iets extra's. En ja, daar geniet je natuurlijk wel weer elke keer van. Ja, we gaan nu richting de tiende wedstrijd. Hoe kijk je tot nu toe terug op jouw eerste wedstrijden? Ja, ik ben wel tevreden. Het is natuurlijk altijd lastig als je weer een seizoen begint en je hebt toch een tijdje niet zoveel gespeeld. Maar ik ben wel erg tevreden hoe het gaat, ja. Je bent natuurlijk ook een van de oudere spelers in de groep. Hoe pak je die rol op? Ja, ik doe niet veel anders als dat ik normaal zou doen. Ik denk dat ik goed op kan schieten met zowel jonge spelers als met oude spelers. En ik denk dat dat ook wel dat mijn kracht is. Heel veel succes en ook heel veel plezier alvast morgen. Dankjewel, komt goed.